Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. Het is tijd om deze zwarte vraagtekenblok eventjes te unlocken met 60 van die mooie coins. We gaan kijken of we deze wereld kunnen completen vandaag. Er zijn nog twee levels, maar ja, zoals je weet, het wordt steeds iets moeilijker. En het is vooral belangrijk om al die coins te gaan fixen. En het is voor mij ook nog eens een hele tijd geleden dat ik dit heb gespeeld. Omdat ik op vakantie ben geweest en daarna ook nog even niet heb gespeeld. Dus ik denk dat dit al zo'n 4 weken geleden is weer dat ik het heb gespeeld. Dus ik hoop dat het allemaal nog lukt. In ieder geval gaat het tot nu toe goed. Kut. Oh, die Tanuki suit is zo handig in dit level. Weet ik nog wel van de vorige keer dat de besturing soms niet helemaal ideaal is. Oké. Auw. Oké. Hopen dat dit betekent dat het goed gaat. In ieder geval, we hebben in ieder geval zo'n checkpoint. Nu kijken of we nog ergens de tweede coin kunnen vinden. Oh, oké, nice. Dat is goed. Ik denk dat we dit zomaar goed kunnen gebruiken. Kut. Kijk, die kunnen we zeker goed gebruiken. Ah, fuck. Er leeft er nog één. Kut, sorry. Ik begin een beetje af te vragen of we niet een coin gemist hebben. Als je dit ziet, dit er wel uit als iets waar een coin moet zijn. Ja. En dat was de tweede coin. Dus het gaat tot nu toe nog goed. Daar ben ik blij om. Zo, vooralsnog gaat het goed, daar ben ik blij om. Kut, oh jeez. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want er zat nog een coin. Daar ging ik ook vanuit, alleen ik kon niet zien waar dit platform was. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Oh. Ah, kut hoor. Dan moet ik hem opnieuw doen met een Tanuki suit. En wat betekent dat ik dus level 1 weer opnieuw moet doen. Voor zo'n Tanuki suit. Dus dan doen we dat wel. Het is niet een al te moeilijk level, gelukkig. Ik bedoel dan die we net deden. Kijk, dit is natuurlijk al helemaal geen moeilijk level. Je moet alleen gewoon even zien te zorgen voor een Tanuki suit. In ieder geval een Tanuki suit op de bench ook. Dat is wel makkelijk. En die kunnen we hier mooi halen voor de Tanuki suit op de bench. Oh. Kijk. We hebben de Tanuki suit op de bench. Zo. Extra leventje erbij kan nooit geen kwaad. Wahoo indeed. Ba-da-ba-da-ba-da-ba.
Goed, wereld 6. Nu doen we hem even opnieuw speedrunning in. Let's go. Kijk. Dit is topping. Gloeming. Nu kan ik dit allemaal gewoon overslaan, omdat ik niet hoef te zoeken naar een of andere gare coin. Dus dat scheelt gewoon heel veel tijd. Kijk, what's the vlot. Dit hoef ik ook niet per se te doen. Is alles onder controle, heel fijn. Kunnen we heel misschien die Tanuki suit bewaren voor het volgende level in de bench. Kijk, nice. Diepte is wel erg lastig bij dit stukje, maar dat is niet erg. Toch eentje volledig gekleerd met in 6 minuten of in 7 minuten. Dat is echt wel goed. Daar ben ik wel blij mee. Goed, dan krijgen we weer zo'n skip. Oké. Schiet ons maar eens naar dat schip. Even kijken of we deze in één keer kunnen halen. We zullen nu tegen Boom Boom of dingen moeten. Hoe heet zij? Pompom. Doe even normaal tegen mij. Oké. Nou, hier hebben we de eerste coin al. Dat is fijn. Waarom kan ik geen wall jump doen? Ja. Blijkbaar kan je daar geen wall jump doen, maar ik zou alleen echt moeten hopen. Ja, dat zat er wel in. Daar kon je ook weer in. Ik denk dat ik nou weer wat gemist heb. Hier kon ik wel een wall jump doen. Ik weet niet wat ik daar gemist zou kunnen hebben dan, maar. Oh, dit gaat echt top. Oh, nu ben ik ook dood. Op zich niet erg, want dan kan ik gewoon meteen alles halen. Zeggen, het gaat om nu toe, gaat het nog goed. En dat gaat het ook. Oké. We hebben alle drie de coins, dat is ook heel fijn. We hebben een tanuki suit op de bench voor als we straks bij het eind zijn. Ik denk zomaar dat het pompom is, wat denken jullie? Het is pompomming. Kut, hij sprong niet. Oeh, ik moet zeggen, deze is niet misselijk. Auw.
haat dit level echt. Kut. Oké. We hebben Pompom weer bereikt in ieder geval. Wahoo! Ja, dit is gewoon niet eerlijk. Ja, maar hoe kan ik die dan ontwijken als die elke keer voor mij komt? Kut! Pompom is helemaal niet zo moeilijk, maar omdat hij gewoon elke keer predict waar jij komt, zeg maar, heb je gewoon geen kans om dat te ontwijken. Het irritante van scroll levels is niet per se dat je niet achteruit kan, maar dat je moet wachten op de scroll, zeg maar, tot waar jij bent. Dat is het irritante van scroll levels. Ja, cutscene overslaan alsjeblieft. Zie je, hoe de fuck moet ik die ontwijken? Dat is echt niet normaal. Oké, ik heb hem verslagen en ik heb nog een tunnel geshoot. Wat een kut level was dit. Gewoon omdat je dat niet kan ontwijken. En dan moet je... De moeilijke levels komen nog, hè? Dat is nog het ergst. Dat is mooi, hè? W7, it's coming. Wereld 7, maar eerst een cutscene dat we een foto krijgen van Peach. Die ze gewoon alle tijd heeft om te nemen in plaats van gewoon te ontsnappen. Mario! Goed, wereld 7.
poison level koop ik niet. Ja, trouwens, hier is dat niet. Hier is dat gewoon elke keer verschillend. Dit is namelijk een onderwater level. Denk ik. We zijn op het zand. Dat betekent altijd eerst even kijken of hier ergens een coin verstopt zit. Oh, we moeten hier naar beneden, denk ik. Ik hoop dat het klopt, anders hebben we nu al een coin gemist. Dat is de eerste coin, dus dat zit als het goed is, zit dat goed. Okay. Oh, wat is hier dan? Hier had ik tenminste toch wel een coin verwacht. Ik snap helemaal niks van het level. Hier is iets. Oeh, hier is zeker iets. Kijk, goed dat ik naar ga kijken. En daar is de laatste coin. Kidooming. Oh fuck. Wat is hier dan? Oh. Wat? Ah, fuck, je kan geen long jump doen. Hey. Interessant. Nice, we hebben hem één keer gehaald. Heel fijn. Wahoo indeed. Oké, we gaan naar het volgende level. Van Mario level 7. Wereld 7 bedoel ik. Level 2 van wereld 7. Oeh, dit is een boe level. Piri piri piri. Piri piri piri. Piri piri piri. Piri piri piri. Een ster. Of een ster coin bedoel ik eigenlijk. Ik steef hier ook aan mijn neus. Het was gevaarlijk om dat hier te doen, maar het is gelukt. Wat een speedrunner hier. Ik wil wel zo meteen een checkpoint als het kan. Voordat ik straks weer ergens naar beneden loop, wat niet de bedoeling is. Oh fuck. Dat is een bijna fout.
Zo. Er was denk ik geen checkpoint in dit level. Nice! Weer in één keer gehaald. Het gaat zo voorspoedig. Wat lekker is dat. Wahoo! Wahoo! Mario! Ik zie hier iets interessants. Laten we hier eens kijken. Misschien dat we wel zo'n Leafy krijgen. Oké, mag ook. Zeg ik ook geen nee tegen. We gaan de volgende aflevering weer verder met Super Mario 3D Land. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We zien je heel graag de volgende keer weer bij Super Mario 3D Land. Adios, amigos.